Good morning! Zo. Je zou denken dat het een zonnige dag is. Maar niks van dat. Kijk, daar zijn we. Ik heb die mascara van NYX op die ik gisteren heb gekregen. Nu is het natuurlijk alleen nog de vraag of hij ook goed eraf was. En of hij niet aan het einde van de dag hier hangt met korreltjes en zo. Dus ik ben benieuwd. En ik heb weer eens een ander kleur shirt aan. Ik merk nu echt, doordat ik vlog, dat ik dus altijd hetzelfde aan heb, ten eerste. Sowieso, deze broek, die kennen jullie natuurlijk nu. Maar ik probeer een beetje te wisselen qua shirts, maar ik heb gewoon... Qua truien heb ik er gewoon 5, denk ik. En verder zijn het allemaal blousjes en dingen, die draag ik gewoon niet binnenshuis. Ja, mijn kast is niet heel erg corona-proof, om het zo maar even te zeggen. Aan de andere kant vind ik dat het ook wel weer een beetje genormaliseerd mag worden dat influencers vaak hetzelfde dragen. Dat het niet is van, oh, elke dag iets nieuws aan. Dat dat genormaliseerd wordt. Dat dat normaal lijkt. Dat alle jonge mensen die kijken denken dat je ook elke dag iets anders aan moet. En dat je elke dag er helemaal fantastisch bij moet lopen en zo. Nee, dat hoeft niet. Draag dingen heel vaak. Heb favoriete items. Daar is niks mis mee. Dat is juist alleen maar goed. Dus als ik daar een beetje aan kan bijdragen door alleen maar in hetzelfde te lopen, dan... Eh. Goedemorgen, Pupsi! Max, vind je dit nou echt mooi? Arty of zo? Eigenlijk wel. Ja? Ja, ik vind het niet leuk. Ramon vindt het leuk. Ik vind die bruine kleur tegen dat wit heel vet. Zo. Ja, gewoon zo houden? Ja, denk ik wel. Ja, het is wel anders. You think I'm joking. Maar ik vind het echt leuk. Hoe? Hey! Doe jij nou, gekkie? Speelpark, hè? Goedemorgen, Ramon! Goedemorgen, Bowie. Ontbijtje maken. In... squat, anders ben ik niet in beeld. Ah, dit is typisch zo'n banaan die dan lijkt alsof hij al helemaal bedorven is. Maar ik weet zeker dat hij gewoon echt nog perfect is. Ja, zie je wel. Ik zie wel eens mensen die dat dan weggooien en denk ik echt. Even een yoghurtje maken. Ik ben met mijn boek bezig en ik moet zeggen, op zich valt het me mee. Nu ik eraan werk. Ja, het zijn wel echt heel veel comments, maar ik dacht echt dat ik het gewoon huilend zou doen. Ik heb gewoon vooral heel erg, omdat het gewoon zo'n groot document is. Ik bedoel, het is 60.000 woorden, meer zelfs volgens mij. Ik hou gewoon niet van de overzicht verliezen, zeg maar. Ik heb ook constant zo gewerkt dat ik hoofdstuk voor hoofdstuk gewoon in andere documenten had. En dan, ja, ik ben gewoon heel erg... Ik ben gewoon heel erg van structuur behouden en ja, hoe leg ik dat uit? Ik krijg gewoon paniek als ik het overzicht verlies. Dan is het gewoon error in mijn hoofd en dan... Oh wow, het is helemaal gekarameliseerd of zo. Oh, dat gaat goed. Oh, ik ben echt een troep aan het maken. Ik heb dus ook heel erg, als je bijvoorbeeld een film kijkt en iemand praat er doorheen en ik mis daardoor een zin, dan moet er gewoon teruggespoeld worden. Dan moet ik gewoon even terugkijken wat er precies wordt gezegd, want ik kan dan niet handelen dat ik dan iets heb gemist. En ik weet dat mensen hier echt heel erg in verschillen, want Max bijvoorbeeld die praat het liefst gewoon de hele film mee en die vindt gewoon wat hij zegt belangrijker ofzo, ik weet niet. Maar ik ben team gewoon, je houdt je bek dicht tijdens een film kijken. Laat even weten welk team jij in zit. Of jij team Max bent of team Marije. Of Nicole, die is dus ook, mijn vriendin Nicole, die is dus ook team meepraten. I can't! Hou gewoon je mond! Ik wil luisteren, ik wil geen seconde missen en ik wil ook gewoon, ja... Dingen moeten gewoon van begin tot eind. Ik weet niet. Klink ik me heel raar? Vast niet. Kaneel. Ja, kaneel. Oké, ik ga er nog wat noten doorheen doen en wat pindakaas. En dan... Dit is lekker. Ik ga
even. Ik ben klaar met werk. Het is 3 uur, 4 uur. Ik ga even bij een vriendin op bezoek. Ik moet me even omkleden. Ga ik een andere broek aantrekken dan een joggingsbroek? Ik denk dat we het antwoord allemaal wel weten, hè? Kijk, we hebben een disco gecreëerd. Het is vrij, Mibo! Dat is zo sad. Maar wacht even, Marije. Zit ik nu in deze vlog om zeg maar meer kijkers te genereren? Ja, daarvoor is deze vlog. Dacht ik al. Trek je shirt naar beneden. Nou, indecent. Ja, je wacht helemaal niet tot ik het disco effect kan aanzetten. Oh, oké. Nou, ga je gaan. Ik moet eerst weer linken. Het gaat niet soepel. Ik zet hem al uit. Oké, disco effect. Oké, let's go. What? Wat een gezelligheid. Nou, hè. Ik heb helemaal zin om te dansen. Doe dan je one two step. Dat kan toch niet? Maar hoe gaat dat one two step? One two. Wacht, ik doe special. Ik doe Monica uit Friends. Ik doe de special effect. Hang in there. Oh, wacht. Even wachten tot mijn lamp geladen is. Oh, waar is hij? Pinky is meer een wallflower. Target. Oh! Misschien moet ik nu een TikTok doen. Wacht even, dan maak ik er even dat muziekje van. Het lijken meer stuiptrekkingen. Ja. Jawel. Is dat sexy? Ja. Wet ass pussy, wat vind jij ervan? Helemaal klaar mee. Oké, okay, nog een keer. Wow! Ik dacht even dat ik je daar moest EHBO'en. Red curry, very lekker. Ik ben weer thuis. Ik heb net 2 tellen teruggekeken van dat ik aan het dansen was en dat Nicole dat dus ging filmen. En ik voel me echt zo'n boomer die dan 8 jaar na de trend nog eens komt met: hey, kijk eens jongens, dit dansje is leuk. Het is echt heel erg. Maar goed, het is wel hoe we altijd samen zijn, Nicole en ik. Dan gaan we gewoon, en Ilse vaak ook nog bij, maar dat mocht natuurlijk nu niet. Met gewoon dansen en zingen en filmpjes opnemen. En gewoon een beetje wat je als 14-jarige ook altijd deed. Ik in ieder geval. Keeps you young. Oh, ik ben wel helemaal kapot. Wat 1 wijntje en eten en 3 uur met een vriendin zijn al wel niet kan doen met een mens. Hebben jullie dat ook, dat je nu, omdat je minder vaak met mensen bent, dat je dan, dat het je meer energie kost of zo? Ik ben echt altijd kapot na een sociale aangelegenheid tegenwoordig, sinds COVID. Ik weet niet wat dat is. Nou, tijd om te chillen. Nou, dat was weer een super, super sonische dag. Spannende dag uit het leven van Marije van der Maden. Ik heb Married at First Sight gekeken. Het is nu 12 uur, denk ik. Hoogste tijd om te gaan slapen. Tot morgen.